Soms doe ik Bollywood muziek en dan Franse chansons. Tijdens de training? Ja. Hallo. Hallo. Dag Jessie. Ik ben Daniel. Ik ben ook een atleet, maar voor vandaag ben ik je chauffeur. En breng ik je naar uw vlucht richting de Olympische Spelen. Ja, dat is super tof. Heb jij zenuwen? Ik heb heel weinig geslapen deze nacht. Ja, ik ben niet echt zenuwachtig, maar ik ben wel zo excited. En Peter, jij kan ook goed schieten, hè, blijkbaar. Ja, klopt. In Londen 2012, een vijfde plaats. Ja. Maar hoe voelt het nu om als coach erbij te zijn? Nou ja, eerlijk gezegd een beetje dubbel, aangezien ik van Nederland niet mocht gaan. Aan de andere kant wel heel leuk ook dat ik Jessie mag begeleiden. Ja, een hele andere uitdaging, maar ook tof dat ik dat ook bij mag zijn. Waarom is dat omdat er aparte categorieën zijn voor mannen en vrouwen? Ik denk, schieten is in het begin gewoon altijd een mannensport geweest. Via het leger, via de politie, werden allemaal mannenclubs, want de vrouwen die deden dat niet. En grof gezegd zijn er gewoon een paar vrouwen die beter waren. Ze hebben dat gesplitst, omdat juist de vrouwen de mannen onder tafel speelden. Of, ja. Ja. Zilver op het EK. Ja. Mm-hmm. Kwam dat onverwacht? Proficiat trouwens. Dank je. Onverwacht? Ja en nee, want we wisten wel wat ik in met Mars had. Nu was het gewoon kijken of al de technische en mental training ook hun vruchten gingen afwerpen. En dat heeft het gedaan. Ik heb mijn job gedaan zoals het moest. Maar in zo'n finale, is dat dan puur skills, zal ik maar zeggen? Of speelt geluk ook een rol? Ja, geluk zit er altijd wel een beetje bij. Zullen we zeggen, iedereen die daar in die finale staat, heeft de skills. Okay. Ik denk eerder dat het de mindset is en je mentale kracht om door te zetten en rustig te blijven. Ik denk dat dat het belangrijkste is in de finale. We zullen het zien. Ja, de match moet nog geschoten worden. Neem aan dat mentale aspect zeer belangrijk dan is dan in de sport. Oh ja, ja. Kan je daarop trainen op een bepaalde manier? En ik doe zo van die thematrainingen, dus soms doe ik Bollywood muziek en dan Franse chansons en echt om verschillende metal invloeden te leren beheersen dan? Ja, ik luister soms zelfs gewoon mijn lessen van de universiteit. Tijdens de training? Ja. Als ik denk aan schieten, het eerste waar ik aan denk is aan de kermis. Ja. Heb je daar wel veel prijzen mee gepakt? Toen ik klein was, niet. Maar toen mijn stiefzus, die 6 jaar jonger, groter begon te worden, wou die altijd een knuffel op de kermis en zo. Ja, ja. En dan mocht ik altijd gaan schieten voor haar. Dus het was een beetje vals spelen. Oh, ja. Kan dat bijvoorbeeld een familieuitstap zijn? Samen een beetje gaan schieten? We gingen vroeger elke zondag was het eerst ontbijt, spijkeitjes of zoiets. En dan rond 10, 11 uur naar de schietclub. Dat was elke zondag zo. Wat ga je doen tegen de verveling? We hebben allebei een Nintendo Switch. Dus we hebben die al helemaal klaargezet om in het vliegtuig tegen elkaar te spelen en op de kamer toernooitjes te doen en competitie zo. Zit er goed in. Ja, precies. Ja. Ik heb mijn studieboeken thuis gelaten, bewust. Een groot geluk. Want ja, ik studeer psychologie, maar ik ben wel redelijk geïnteresseerd in zo het menselijk lichaam. En dus ik studeer eigenlijk voor de fun ook gewoon anatomieatlassen en zo. Voor de fun? Ja. Kijk eens aan. We zijn er. Ik krijg een beetje stress in uw plaats. Het is een beetje alsof ik zelf op... Wel, binnen 3 jaar gaan we gewoon samen. Dat is een deal. Is dat een deal? Zo'n vuistje door het glas. Oh, oesje, ja. Now's the time.